Breda Nu. Tijdens de 34e editie van de Single Open op zondag 6 oktober had Raw Organic Food een mooie hotspot voor een hele grote groep deelnemers. Op deze hotspot werd iedereen verwend met prachtige producten van dit merk en werd iedereen klaargestoomd voor zijn of haar run. Nou, vandaag zijn we hier op de Raw Hotspot tijdens de Bredaanse Single Open. Raw is een van de merken van de Bredaanse onderneming De Smaakspecialist. Wij staan voor verantwoorde voeding die ook heel erg lekker is. Ja, en voeding en bewegen, dat is natuurlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Nou, je vraagt heel wat van je lichaam als jij als je sportief bent. En dan heb je gewoon goede stoffen nodig. En die goede stoffen komt uit de goede producten. Dus, en die biedt Raw Organic Food. Nou, het doel van de Raw Hotspot vandaag tijdens de Single Open is eigenlijk heel simpel. We hebben ruim 350 lopers in Breda gemotiveerd om vandaag mee te doen met de Single Open. En hier op die Raw Hotspot vandaag worden ze van A tot Z verzorgd. Met voeding, met hun startnummers, tot aan een mooie afterparty in de middag, waar iedereen met elkaar de verhalen kan delen over de prestatie die ze geleverd hebben. Het is allemaal droge kruidenierswaarde, dus dat zijn de noten, de pitten, de vruchten. Maar we hebben ook bijvoorbeeld crackers, we hebben verschillende soorten notenpasta's, allerlei soorten snacks, noem maar op, kokosolie. De selectie van Oud NAC reikte tijdens deze prachtige, toch regenachtige dag een check uit voor een goed doel. Kids for Life krijgt €750 bij elkaar gebracht tot het fantastische team. De voeding van Raw is allemaal biologisch. Biologisch is zonder toevoegingen, zonder hormonen, zonder gif wat in je lijf komt. Anderzijds, als je het hebt over Raw Organic Food, is het zonder toegevoegde geraffineerde suikers. Dus het is een product wat daarnaast ook nog eens een keer echt raw is. Niet verhit tot aan of boven de 45 graden. Dus die voeding, ja, die brengt je lichaam echt een stuk verder, om het zo maar te zeggen. Breda Nu.